Het is dinsdagmiddag al aardig druk voor de Jensvesting, want het is weer tijd voor de jaarlijkse FC Emmen Keepersdag. En als je eenmaal hebt aangemeld, krijg je natuurlijk ook een leuk presentje mee. En als je die hebt ontvangen, mag je je melden bij keeperstrainer Richard Moes. Want hij stelt namelijk alle keepers voor die deze dag deelnemen. En kijk wie we daar hebben. Oud FC Emmen doelman en reservekeeper van FC Groningen. Peter van der Vlag, ook hij doet mee. En als de teams zijn ingedeeld, gaat iedereen naar het veld waar Richard Moes uitlegt wat er allemaal staat te gebeuren. En heeft er wel zin in, ondanks die nederlaag tegen Almere City de dag ervoor. Na zo'n disaster als gisteravond, en die 4-1 verlies daar in Almere, dan doet dit toch wel goed. Dat maakt je toch weer een beetje mens. En dat mag niet zo snel, maar dat geeft toch wel weer moed. Ja, en een mooie opkomst. Hè? Hoeveel kinderen zijn er ongeveer? Zo rond de 100 kinderen hoor ik net. En dat is weer geweldig. De hele parkeerplaats vol. Ze stonden een hele rij voor het stadion. Dat is niet normaal. En dan gaan we beginnen met de oefeningen. En wat is het leuk? Zoals bijvoorbeeld hier Dennis Telgekamp. Hij geeft je zomaar een paar goede tips. Dat ik verder naar voren moest staan. Wat is er nou zo leuk aan keeper dan? Alles gewoon. Ja, maar je houdt niet van scoren. Je wilt ze juist tegenhouden. Ja. Ik hou meer van als ik heel veel ballen krijg, maar ja, en dat is gewoon heel leuk. Dus, ja. En alle keeperstrainers doen heel erg graag mee. Peter van der Vlag die komt hier naartoe en die lacht en die vindt het ook prachtig om met die kinderen te werken. Hij heeft meer dan 500 wedstrijden betaald voetbal, maar ik zag ook Wout van Vulsteren en Reinier de Vries. En dat is een oude icoon van onze club, maar Wout van Vulsteren vind ik ook geweldig. En de zoon van Rini van Vulsteren. Ja, het is geweldig dat die hier allemaal zijn. Ja, goed. Heel goed. Leuk om hier weer te zijn. En als je zo de jeugd bezig ziet, dat doet me heel goed. Ja, maar kan me dat van vroeger nog wel herinneren dat je dit heel leuk vindt om te doen, hè? Ja, klopt. En dat vind ik nog steeds. Richard vroeg me of ik mee wil helpen. En daar hoef ik geen moment over na te denken. Dat was gelijk ja. Ja, heb jij wat talentjes ertussen gezien? Nou, ze doen allemaal heel erg hun best. En de ene is beter dan de ander. Dat is altijd zo. Maar ze hebben veel plezier en daar gaat het om, denk ik. En het plezier straalt eraf en iedereen vindt het fantastisch om mee te doen. Leuk, het is echt gewoon dat je meer leert en zo. Ja, ook nog eens met de keeper van FC Groningen, dat is helemaal geweldig. Dat is helemaal geweldig, ja. Wat heb je hier nu geleerd? Wat geeft hij je voor tips? Dat je niet naar achteren moet lopen, naar de bal moet toegaan. En voetenwerk, dat ook belangrijk is. Ja, want er wordt wel eens onderschat, hè? Voetenwerk is eigenlijk net zo belangrijk als je handen. Ja, dat is zeker belangrijk, want je moet naar de bal toegaan. Nou, je moet gauw weer verder, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Maar niet alleen de kinderen, maar ook de ouders, opa's en oma's genieten van een prachtige dag. Er moeten weer allerlei verschillende keepersoefeningen worden afgewerkt. We hebben een carousel, zoals we eigenlijk al vaker gedaan hebben. Ze gaan van keeper naar keeper, van keeperstrainer naar keeperstrainer. En van iedere keeperstrainer leren ze weer iets anders. De een heeft voetenwerk, de ander heeft reactievermogen. De ander heeft 1-1, een afwerkvorm is erbij. Voetenwerk heb je hier aan de zijkant gezien. Nou, dat is perfect. Ja, en krijgen ze ook weer een diploma na afloop, net als vorig jaar? Ja, ze krijgen een certificaat en die is dit jaar nog mooier. Is getekend door de 3 profkeepers van FCM en hij is geweldig. Waarom zijn voetoefeningen zo belangrijk voor de keeper? Ja, dat je je goed kan verplaatsen in de goal. Hè? Dus hoe jonger je meer begint, hoe beter. Ja, want iedereen denkt de handen zijn belangrijk, maar dit is ook belangrijk, hè? Ja, absoluut. Kijk, als je niet op de goede plek staat, dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk wel komt. En daar is dit goed voor. Hoe leuk is dit? Ja, is goed. Vooral met die jonge kinderen en zo is het gewoon hartstikke leuk. Je moet er verder. Ja, ik ben druk.